de tijd tot nu toe, die van Guljajev, dan is het verschil toch wel heel groot. Maar wij gaan kijken naar de eerste landgenoot en niet de eerste de beste. In de buitenbaan, de Nederlandse en Europees kampioen, Leo Visser. Daar heeft u hem. En kan hij ook op dit wereldkampioenschap met de besten mee? Dan zal hij in ieder geval een goede 500 meter af moeten leggen in zijn rit tegen de Amerikaan Jeff Klaber. Die nou niet direct een sprinter van formaat genoemd mag worden. Hij verbeterde dit seizoen zijn beste tijd op de 500 meter en bracht hij op 40.10. Maar daarmee tel je in dit internationale veld natuurlijk absoluut niet mee. Leo heeft wel eens 38.66 gereden. Maar was dit seizoen nog niet sneller dan 39.11. En ja, dat is eigenlijk een tijd die minimaal hier weer gerealiseerd moet worden. Want anders verlies je meteen al een vol punt aan Guljajev. Start. Ja, Leo is gretig. Belangrijk moment voor deze 23-jarige Haastrechter. Die met dit toernooi toch ja, een klein beetje afscheid aan het nemen is. U kent het verhaal. Hij gaat een opleiding voor vliegenier. En denkt dat niet te kunnen combineren met topsport op het hoogste niveau. Maar heeft ook al aangekondigd na de opleiding als schaatser terug te willen komen. Uitkijken nu voor Leo. Staat er wacht wel erg lang, moet ik eerlijk zeggen. En Leo moest blijven stilstaan. Vandaar dat hij wat traag wegkwam. Maar hij mocht het risico gewoon niet lopen. Goeie 500 meter, dat is de opdracht voor Leo Visser. Opening, 10-5. Ja, langzamer moet het ook niet. En nu goed meegaan met die Amerikanen in de slipstream en dan in die laatste binnenbocht eronder doorduiken. Dat is de taak waarvoor Visser zich gesteld ziet. Abkroop daar op de achtergrond. De coach, ruim gaat hij die bocht in. Maar komt er redelijk uit, beetje ruim, maar goed. Hij blijft keurig in balans. Gaat de rit tegen natuurlijk halen, dat moet ook. Maar het moet minimaal een lage 39 worden, Leo. Minimaal. Nou, 39-48. Ik denk dat het niet goed genoeg is, want als we dat even afzetten tegen die 38-12 van Guljajev, dan is het verschil nu toch al 1/13 seconde. En reken dat maar eens om. Dat is 13 seconden op de 5 kilometer. Nee, ik denk dat het wat sneller had gemoeten met Visser. 39-48. Alles zal uit de kast moeten straks op de 5000 meter. Maar nu, Eric Flame in de baan in het vijfde paar. Start tegen Roberto Siegel uit Italië. De nummer 5 van het Europees kampioenschap, de Italiaan dan. Flame de wereldkampioen. Met een schitterende erelijst inmiddels. Een persoonlijke toptijd op de 500 meter van 36-98. Dit seizoen reed hij al 37-31 in Calgary weliswaar, dus binnen. Maar hij kan wat op die korte afstanden.